Allemaal van goud, van edelstenen. Prachtig, die sieraden van heel vroeger uit Indonesië. Mooie schatten die van de vorst van Lombok waren. Alleen, de sieraden zijn niet gekocht of gekregen, zoals veel kunst in musea, maar gestolen, samen met een heleboel andere voorwerpen van vroeger. Roofkunst wordt dat genoemd. Belangrijke, waardevolle spullen die Nederlanders ooit hebben meegenomen uit andere landen. Een deel is geroofd, dus we waren als oorlog aan het voeren in Indonesië. En toen hebben we het mee teruggenomen naar Nederland. Eeuwen geleden veroverden Nederlandse zeevaarders gebieden over de hele wereld. Zoals in Indonesië, Sri Lanka, Zuid-Afrika, Ghana en Suriname. Dat werden koloniën van Nederland. De Nederlanders speelden de baas over de mensen daar en namen van alles mee terug naar Nederland. Kunstwerken bijvoorbeeld, maar ook waardevolle spullen van de koning in dat land of dingen die zijn opgegraven, zoals fossielen. Er liggen nog duizenden voorwerpen in Nederland die mogelijk roofkunst zijn. De landen waar de spullen vandaan komen zijn het nooit vergeten. Die willen ze terug. En daar luistert Nederland nu dus naar. De regering heeft er met deskundigen naar gekeken en beloofd... We moeten gewoon de objecten die geroofd zijn, die onterecht hier in Nederland in ons bezit zijn, die moeten we teruggeven. In totaal gaan er nu 478 voorwerpen terug naar Sri Lanka en Indonesië. Indonesië is heel erg blij met de kunst die ze terugkrijgen, want ze vragen er al tientallen jaren om. Maar wat Indonesië betreft is dit pas het begin, want er zijn nog een heleboel andere kunststukken die ze eigenlijk terug zouden willen. Bijvoorbeeld de Java-mens. Dat is een skelet die door een Nederlander hier in Indonesië is gevonden. Het is een skelet van een miljoen jaar oud. Maar die ligt nu in Leiden. Nou, Indonesië zou die wel willen hebben. Dus ook al zijn ze hier in Indonesië heel blij, er zal nog wel even met Nederland gesproken worden over wat ze nog meer terug zouden willen hebben. Meerdere Nederlandse musea werken nu mee om de kunst terug te sturen. Het is het rechtzetten van iets wat niet recht was. We hebben er lang van genoten en nu is het tijd om het terug te geven. Deze gaat dus op het vliegtuig naar Indonesië en daar zal het vast niet bij blijven. Er liggen nog duizenden andere dingen die andere landen heel graag terug willen.